Wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe knutselvideo. Vandaag gaan we een hele leuke luchtballon maken. Een beetje 3D-achtige kaart. Ja. Wordt heel erg leuk. Wil je nou weten hoe je dit gaat maken? Blijf dan kijken. Maar doe alvast even een duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 25 duimpjes omhoog. Ik weet zeker als we nu allemaal massaal tot de duimpje omhoog klikken, moet dat lukken. En check even of de abonneerknop al grijs is. Als die namelijk grijs is, dan ben je al geabonneerd. Zo niet, doe dat dan even, want dan blijf je op de hoogte van de nieuwe knutselvideo's. Wat hebben we ervoor nodig? Bier. Alle kleuren, ja, niet alle. Schoenen. Hoeveel hebben we er liggen? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus ongeveer 5. Een blaadje. En kleurpotloden. En lijn. Straks voor de stal. En ook nog schaar. Oh ja, schaar. Nou, dat hebben we hier nou op gedaan. Dit kan je vast wel van internet afhalen. Dat is een mooie luchtballon. En het is eigenlijk een soort van kleurplaat. Ja. Maar de luchtballon gaan we dus nog iets moois voor maken, zoals aan het begin zeiden. Maar het moet nog eerst mooi ingekleurd worden. Want zo is het natuurlijk niet zo heel erg mooi luchtballon. En dan gaat het vooral natuurlijk om wat buiten de luchtballon is. Dus om de hele luchtballon. Een bandje kan je natuurlijk leuk inkleuren, maar de luchtballon zelf hoeft niet. Want daar hebben we natuurlijk... Daar hebben we de kleurtjes voor. En daar gaan we strookjes van maken. Dus lijkt me een goede taak van Nederland dat ik de strookjes ga maken. Ja, ik kleur. Ja, kleur. Ja. Okay, perfect. Ik heb nu 5 strookjes. Dan gaan we het misschien niet meer redden, denk ik. Of wel? Nee. Gaan we het ermee redden, denk je? Ik denk van niet, het is best wel groot. Dat is best wel groot, hè? Dus we moeten iets meer maken. Ga ik nog meer strookjes. 10. 10 strookjes. Vind ik een goeie. We spreken nu af. 10 strookjes. Dus ik maak even 10 strookjes. Ondertussen ben je mooi verder als het inkleuren. Heb ik de strookjes gemaakt. Ik heb er een stuk of 10. Allemaal verschillende kleuren. En zoals ik al zei, die gaat dus op de luchtballon. En dan doen we aan de ene kant van de luchtballon. En aan de andere kant van de luchtballon dan krijg je een ronding. En dat doe je met alle strookjes over elkaar heen. Wordt echt heel grappig. En dan heb je dus een soort 3D luchtballon. Terwijl jij het mooi aan het inkleuren bent, gaat dat er al mooi uitzien, hoor. Ik ben weer bijna klaar. Oh, kijk, het is zo snel, joh. Het is om de buitenkant zo naar binnen te vouwen. Als je daar een oppervlakte hebt om het te lijmen. Dus dan kan je hier de lijm erop doen. Hup. En dan doe je de andere kant ook. En dan heb je zo'n mooi boogje. Ja. Ja. Zal ik de buitenkant omvouwen? Ja. Kan jij het mooi opplakken? Ja, dat is wel een goede, ja. Goede lengte volgens mij, hè? En dan hebben ze altijd van die vlammen natuurlijk nog, hè? Ja. Is het misschien leuk om nog erbij te tikken in die vlammen? Of zullen we de vlammen erbij klutselen nog met papier? Ja, dat kan. Ja, daar hebben we oranje voor. Daar hebben we nog oranje voor. Dan gaan we oranje vlammen. Is nog niet gebruikt. Dus die kunnen we nee, dan kunnen we daar mooi in de vlammen zetten. Lukt dat zo? Ik denk het wel. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf wel eens een keer in de luchtballon hebt gevlogen. Dus laat het hieronder weten in de reacties en ik ben benieuwd eigenlijk. Ja. Denk jij dat ze dat alles hebben gedaan? Ja, ik denk sommige. Sommige, ja. Ik denk niet alle, maar sommige, ja. Je zit vaker in de auto natuurlijk dan de luchtballon. Dat doe je natuurlijk niet vaker. Nee. Kijk, nou is het prachtig. En die vlammen maakt echt net degene wat we missen. Ja. Perfect. Nou, ja. Ga je nou ook zo'n leuke luchtballon maken? Ja, stuur dan een foto op. Van jouw kunstwerk. En dan gaan wij het weer reposten in onze Instagram. En ben je dus wel eens in de luchtballon geweest? Laat het dan weten in de reacties. Zijn we ook wel heel erg benieuwd naar. En dan zou ik zeggen. Dan is het weer tot volgende week. Want het was weer klaar. Volgende week gaan we ook iets heel leuks maken. Dus wil je dat niet missen. Klik dan zeker op de knop abonneren. En natuurlijk op het duimpje omhoog. We beginnen voor de 25 duimpjes omhoog. Ja. Exact. We hebben daar al 2. Top. Ja, hebben we al. Dus tot volgende week. En zien we weer bij een nieuwe knutselvideo. Doei!